Hey mensen, Mark hier en welkom bij nog steeds gelukkig de FUD Birthday promo Waar nog steeds een hele hoop te doen is En waar ik gelukkig niet vergeten ben om aan dingen mee te doen zodat we genoeg coins hebben Veel meer dan we de afgelopen weken hebben gehad Veel meer spelers hebben kunnen hebben Waardoor we allerlei content hebben kunnen doen En nog veel meer Fijn dat jullie er weer zijn, een duimpje omhoog zou deze video enorm helpen En aan het kader van, you know, die Titans, Trophy Titans promo komt eraan En FUD Birthday bijna voorbij Laat me vooral in de comments weten. welke Food SPC's jullie allemaal gedaan hebben. Ik heb er een paar gedaan. Sommige vodder, sommige niet. Maar dat komen allebei langs. Dus als je denkt. je hebt bijna een week niet geüpload. Dat is niet helemaal waar. We hebben wel zondag gestreamd. Uh, dat is. nou ja, ik zal die stream in het i'tje rechtsboven laten. En als je wil weten. oh, wat heb je dan gepakt Of welke SPC's heb je gedaan? Ik heb in de video. dat kan je in de beschrijving zien. En dus ook. nou ja, waar je de tijd van de video zelf. Ik heb van die highlights aangegeven. Als dus jij bijvoorbeeld wilt zien wat ik uit mijn Hero Player Pick had. Of uh, op bepaalde packs die ik heb gekregen. Kun je allemaal makkelijk vinden. Hoef je niet twee uur aan stream door te spitten. Het staat allemaal in de highlights voor jou aangegeven. Schilt jou natuurlijk ook weer een beetje. Maar je toch toch het idee met wat we doen. We hebben één speler kunnen verkopen. Dat is namelijk een, een stream die ik deed op Twitch. Ik kreeg ik aan een preview pack. Pessina. Dat is een speler die ik ook tijdens mijn stream op YouTube. Een zuinige vier of vijf keer kreeg. Uh, krijg je echt wel. Nou ja, wat was het? 19.250 gaat... Uh, 900, ja, gaat 900 nog wat aan coins vanaf, dus, nou, goede ruime 18k hier aan verdiend, helemaal prima natuurlijk, hebben we nog wat voller op de lijst staan, het zijn vooral 83's, en gelukkig gaat dat dus om kaarten die wij ook in kunnen leveren, want het ding met Foot Birthday is nu geweest, aangezien de Palmo nog iets meer dan een dag zal lopen, uh, wat mij betreft is die goed geweest, en ik weet dat je dan zegt, oh, maar er zijn geen kaarten die in mijn team komen, want ik heb al een super team, en veel van die kaarten komen niet in... Ik denk dat, nou ja, kijk, ik kan het accepteren dat sinds de WK-promo. hebben ze gewoon de powercurve te erg omhoog gegooid heel vroeg. Dus nu is die al heel lang ongeveer gelijk. Waardoor we zorgt dat heel veel van deze kaarten misschien niet in ieders team komen. Maar ik denk dat als je kijkt naar een paar van de kaarten die we de afgelopen dagen hebben gehad: Toliso, dat is de nieuwste kaart. Die is vandaag uitgekomen op de woensdag. 3 ster skills, maar 5 ster weakfoot, hoog normaal. Niet de langste, maar Lyon en Frans. Dus Ligue Frans. Ja, er zijn genoeg kaarten waar hij mee linkt. Nou, het ding is, de, de reden dat ik hem niet haal. Ik ben best wel fan door de jaren geweest van Lyon. En het is echt niet de gekste kaart. 85 met een 85 met een Fransman. En een 86 met een Inform. En dus een Ligueursperm. Maar dat doe je waarschijnlijk sowieso wel. Dat is niet super onredelijk. Alleen het nadeel is dat. Hij, hij kan niet upgraden. Dus als je kijkt naar bepaalde stats bij hem. 85 balans en 85 behendigheid. Dat is niet slecht. Dat is best wel goed eigenlijk. Maar. Ik, ik weet het niet man. Het is een goede all-round kaart. Maar ik ben benieuwd hoe smooth die is aan de bal. En dan kijk je naar dingen zoals body type en dergelijke. En denk je, wat is dat nou voor detail? Wat maakt het uit? Maar het helpt bij heel veel spelers. En dat zullen we er bij, nou ja, bij deze beste man bij komen. Dat als ze een gunstig body type hebben, dat ze aan de bal. Dat ze gewoon veel fijner draaien. Dat ze veel fijner dribbelen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar deze Pedro. Pedro is 5'7, hooglaag, perfect voor een aanvaller. 5's skills en 5'6 weak foot. Als je kijkt naar trades, finesse shot en outside the foot shot. Goede dribbling. Goede stamina. Prima passing. Je, je wilt hem als je hem gaat gebruiken waarschijnlijk ja gegeven. Maar hij kan dus, zoals je kunt zien, hij is al LW. Hij kan linksmid, center forward en right winger. En het ding is, hij is niet duur. Hij is echt niet duur. We hebben het over een 86 team met een seriaal speler. Nou, ik ben bereid die SPC te doen. We leveren dit in. Dit zijn drie kaarten die ik heb unlocked door de draft objectives. Dan denk je, Welke draft objectives? Gaan we ook bij komen. Een duimpje omhoog zou deze video trouwens enorm helpen als deze video weer de 500 likes haalt binnen 24 uur kan ik je garanderen dat ik op zaterdag een nieuwe video heb en een lange video ook niet, niet een half uur lang hoor. dat zou ik je niet aan doen dan ga je dood voor verveling maar de Pedro is een kaart die al heb ik hem niet baas dan wel wissel. Ik denk dat ik hier gewoon heel veel aan ga hebben moet ik gewoon eerlijk tegen mezelf zijn ik denk dat ik daar gewoon heel wat aan ga hebben dus deze gaan we dan claimen en dan krijgen we dus ook mooi en dan ga je dan lekker zien vijfste skills vijfste week vooral de vijfste weekfoot dan ga ik gewoon erg lekker op. Daar ga ik zeker weten erg lekker op. Wat we ook nog hebben, is de nieuwe showdown kaarten. En normaal gesproken zijn showdowns niet de meest spannende kaarten. Dan zeggen mensen, ah, oh, zelfs met upgrade zijn kaarten die niet per se in mijn team komen. Maar deze showdown valt nog onder birthday regels. En dat betekent dat Roussillon of Meunier krijgt naast de upgrade in stats, ook een upgrade in weak en skill moves. En ook al staat het hier wat anders. Want er staat hier namelijk, ah, uh, als... Afhankelijk van het resultaat krijgt ze 5 star upgrade. EA's communi nou ja, communication account, hoe het ook wil noemen. Een van hun accounts, officiële accounts, heeft al getweet. Dat naast de upgrade in 6 krijgt ze 5 skills en 5 star upgrade. Dus stel ze spelen gelijk. Dan heb je 288 graded kaarten met 5 skills en 5 star En dat vind ik persoonlijk een hele mooie. Nou, Roussillon is iets duurder. Dan hebben we het over ongeveer 77k op het moment dat ik dit zeg. Franse linksback natuurlijk. En vooral dat Franse speelt daarin een beetje mee. Wat me ook een zeer interessante kaart uh, kost ongeveer 40k. die heeft op dit moment natuurlijk 3 ster 4 ster en omdat hij wat langer is zal hij altijd een beetje dat lomp hebben weet je? geef hem een plus 2, hij gaat misschien nog steeds een beetje lomp zijn, maar dat fysieke vind ik altijd super super handig bij. maar vorig jaar geloof ik ook al zo'n Shadow kaart en die vond ik geweldig. dus wat wij genoeg voor een 84 squad leveren wij dit ding. je moet één Belg hebben en een inform. pak we mooi weer met cells. Objective kaarten die ik niet meer nodig heb. En voor de rest wat 83. Die we absoluut kwijt kunnen. En ik doe normaal gesproken niet zo'n showdown. Want ik denk vaak hetzelfde als jullie. Ik ga die kaart toch niet gebruiken. Maar zo'n showdown, zeker als wissel. Kan echt wel gewoon waarde hebben. Ik hoop natuurlijk dan dat Dortmund wint. Ik geef normaal gesproken helemaal niks om Dortmund. Maar dit is dan zo'n kaart waarvan ik wel zeg. Oké. Okay, Misschien moeten we hier inderdaad toch maar een keer naar kijken. Dus we hebben Thomas Meunier in het echt zeker niet de beste voetballer. Maar dat hoeft hij gelukkig ook niet te zijn. Dan hebben we dus nog verder. We hebben nog een paar namen die voorbij zijn gekomen. Die je waarschijnlijk zo heeft gezien. Bamba is een leuke kaart. Maar heb ik niet nodig in mijn leven. Zou ik kunnen halen. Weet je, hij is, nogmaals, hij is ook niet gek. duur 82 en 84. Misschien halen we hem nog wel. Want we zitten met een klein dingetje. En dat wil ik je laten zien. Want ik heb je natuurlijk de heads-up gegeven van: hé, hey, we hebben de stream gedaan. En daar kun je zien wat ik heb gepakt. En welke SPC's ik heb gedaan. Dus laatste waarschuwing voordat ik nu naar mijn team ga: als je wilt weten wat ik heb Of wat ik heb gepakt. En hoe ik gereageerd heb erop. Stream. En nou ja, de afspeellijst staat in het rechtsboven. Maar dan gaan we dus naar mijn team. En dan kun jij dus zien dat we hebben Kruif afgelond. Nou, Kruif tot nu toe. Uitstekende kaart voor mij. Ik heb een paar potten gekwit, want ik had er nu. Ik had één heel slechte dag in die First owner, waarin ik alle vijf verloor. Dus ik liefde ik, ik er vijf. Ik kwam snel achter. Hij is uitstekend voorlopig. Ik snap eindelijk waarom iedereen elk jaar een kruif in zijn team wil hebben. En ik snap eindelijk ook waarom iedereen dit jaar is blij als we bijvoorbeeld WK-Kruiv of base kruiv hadden. Hij is awesome. Dan heb ik ook Fut Birthday Icon Veron. Die hadden wij gepakt uit een. 84 plus keer 5 was het geloof ik, waarom we ook een fut Birthday Pessina hadden. Verrassing, verrassing. Big, big fan van deze kaart ook voorlopig. In, in wat is het, 8 potten, 6 goals en een assist. Voor iemand die, minst prime, mid en base en altijd super lomp. Heel veel fut Birthday Icon kaarten hebben een kleine plus 1 of plus 2 ten opzichte van hun prime. Hij heeft echt een fixe upgrade gekregen in dribbling, in pace. Ik vind hem leuk om te gebruiken tot nu toe. Ik was blij toen ik hem kreeg. En ik ben blij nu dat ik hem heb. Nou, ik wil dus wat dingen veranderen aan mijn team. Uh, Voornamelijk omdat je ziet Henry erin staan. Uh, en je zal ook iemand zien op de bank. Daar gaan wij ook nog bij komen. Uh, je ziet op de bank nog. WK Hero, Smolerek. Die heb ik gepackt. Die heb ik geprobeerd. Ik had hem ook gebruikt in die First Owner Cup. En in die, um, in die mode waarin je alleen maar 88 of lager mocht gebruiken. Uh, en 1,89 of hoger in je basis. Um, absolute. Baggerkaart. Sorry, ik wil niet klagen. Ik wil niet ondankbaar zijn. Maar hij was vreselijk. Ga ik heel eerlijk eentje zijn? Hij was vreselijk. Dus wat niet vreselijk is, is dit vooruitzicht. Wat ik nu ga doen, is. Kijk, nu hebben we hem op één cam. En wat wij dan gaan doen. Hier is over nagedacht, jongens. Kijk, uh, dat doen we af natuurlijk zo. Want ik denk dat ik Mika Arteta in mijn club heb. Karanka. Uh, Sergio. Dat heb ik hem net niet. Dat doen we de Ball Fraud Himself. Kijk, en dan komt hij op iets meer cam. En wat we dan nog doen. is voor de finishing touch. doen we Serie A. Geef hem natuurlijk even net als bij City. een dik, dik, dik contract. Dat we daar geen zorgen hoeven over te maken. En dan hebben we Pedro voorlopig. op 2 cam. Nou kunnen we nog wat beters doen. We kunnen nog een Serie A kaart erin doen. als we dat willen. Maar dan zitten we een beetje met kijken van. oké, okay, hoe gaan we dat doen? Willen we dat wel op die manier doen? Ik vind het voorlopig helemaal prima. Nou kijk, Henri, wat ik al zei. wil ik dus niet per se erin hebben. Maar ja, Smolerek was veel slechter. Nou, kan Diabi. Kan die op left winger? Hij kan op left winger. Maar, en dat zie je zelf ook. Dan red ik het niet met mijn Franse cameras die printen. Dus, dan zit ik daar een beetje mee. Dan komt Diabi. Kijk, hier, dan verlies ik een 6. Dan denk je, holy shit. Maak je geen zorgen. Kijk, als we dan zo doen. Dan komt hij op 1. Dan zou ik op 23 cameras zitten. Ja, dat is gewoon niet heel veel, mensen. Dat kunnen we gewoon beter niet doen. Dus ik moet het voor nu dan even zo doen. Want ik, ik zeg het ook wel eens tegen mensen op stream. Die vragen van. Als mensen vragen: wat kan ik aan mijn team veranderen? Of wat moet ik aan mijn team veranderen? Diabie is een geweldige kaart. Ik like, ben echt big, big fan van hem. Maar ik denk dat hij gewoon nog beter is. Als wissel. En daarom denk ik dat ik hem op die manier gewoon even ga gebruiken. komen een beetje. We hebben ook Catuso. Ik denk dat ik hem één of twee keer ingesteld heb. Eén keer. Uh, ik denk vooral dat ik voldoende over had. En ik vind het gewoon leuk om te hebben. Like, omdat die CDM is, was misschien 5-stair Weekfoot beter geweest. Maar je hebt het over normaal hoog werktempo. Dat is wel handig. De stats zijn geweldig. Hij heeft een beetje die pitbull achtergesteld. Geweldige reactions en composure. Passing is voldoende. Het is een leuke kaart om te hebben. En als je fodder over hebt, hij is niet gek duur. En niet gek duur is natuurlijk in de context van je kunt heel makkelijk fodder genereren. Dus wat is nou echt het probleem? Nou, dat is. Oh, wow, dat is dan weer niet de bedoeling. Ik denk dat als ik nu Alonso erin zet voor. Zo, kijk, dan verlies ik inderdaad alsnog twee chem. Uh, dus dat gaan we niet doen. Dus waar we eigenlijk op hopen. En hebben we in hier ook, want dat is al een linksback. Uh, eigenlijk Franse content. Nou hebben we natuurlijk nog, wat ik al zei. Uh, Tolisso is natuurlijk een ding. Uh, Rabiot is een ding. Maar ja, dat lost het probleem niet op. Want dat is letterlijk dezelfde club als Pogba. Dat verandert niks. Dus dan hebben we nog Roussillon, Bamba, Rabiot en Toliso. Allemaal Frans. Uh, Bamba zou kunnen. Je you know, League We halen dan wel chemistry op zich. 5 skills, 4-star weakfoot. Alleen zijn stats zijn niet echt crazy. Like 84 composure en reactions is voldoende. You nou, know, daar is niks mis mee. Maar ik weet niet of dit is een kaart is dus die je met trots in de basis gooit. Zeg maar. Het zou zo'n kaart kunnen zijn die je dan bijvoorbeeld gewoon breed gebruikt. En dan in, als je 4, 3, 2, 1 speelt op centimeter gooit. Want dat is nou eenmaal wat mensen doen. Maar ik weet niet of het hem is. Like 82 en 84 is niks. Maar you know, we, we kunnen hem nog even geven. We hebben nog 10 dagen voor die kaart. Roeselon heb ik niet nodig. Rabio zou ik gehaald hebben. Als hij niet normaal normaal werktempo had. Ik wil daar gewoon, sinds Kroos, wil ik daar gewoon van afblijven Indien mogelijk. En 85x5 gaan we niet nodig hebben. Want we hebben gewoon nog genoeg content. Ik ben nog bezig met draft. Waardoor dus ik al 8 van de 8 die ik gespeeld heb gewonnen heb. Uh, champs we moeten we doen. We hebben weer die bonus. Waardoor we weer genoeg extra player picks en packs kunnen krijgen. Dus in dat opzicht dit goed. We kunnen nog First Owner Fiesta afmaken. En ik heb op dit moment 31 van de 31 tokens. Nou komt er waarschijnlijk nog een token. Uh, bij de Marky Matchups. Er komt waarschijnlijk nog een FUT 23 SPC met een token. En misschien nog één in de store. Want ik heb er op dit moment dus 31 en dat is alles wat je kunt hebben op dit moment. En als we ook nog kijken, dan heb ik ook nog wat packs opgespaard. Niet elke pack is even geweldig, maar een aantal rating plus packs: 1 plus keer 11, uh, 85 plus keer 2, 84 plus keer 5 zit ertussen. 5 keer, 85 plus keer 5 keer 2. En nog een FUT Birthday Player Pack. En hier sluiten we dan gewoon mee af. Dus gaan we kijken welke we krijgen. Het kan elk team zijn, denk ik. Maar het is Pessina. Het is echt gewoon weer Pessina. Dat is best knap. Ik heb hem nu zes keer gepakt of zo. Ronduit indrukwekkend. Dit is de versie met 5 star Weakfood. Al take it. Maar het is wat het is. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een goede dag hebben. En zie ik jullie later. Joe joe.